Waarschijnlijk kom ik dan toch alweer met heel veel dingen terug die ik eigenlijk niet nodig heb. Maar dat zien we dan wel weer. Wij gaan vandaag floaten bij Float Spa, heet het zo? Ja. Helemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en mijn voornemen is om deze week weer eventjes een wat leukere weekvlog te maken dan de afgelopen tijd. Ja, ik heb vandaag mijn haar even gekruld. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit, maar ik heb het vandaag met de stijltang gedaan en dat was eigenlijk best wel makkelijk. Ik moet nog wel een heel klein beetje uitzakken, want nu is het zeg maar stijl en krul. Maar ja, dat zakt straks wel uit en dan wordt het waarschijnlijk wat meer slag. Vandaag ga ik met mama even naar de IKEA. Want ja, niet omdat we eigenlijk iets nodig hebben, maar gewoon omdat het leuk is. Dat is eigenlijk altijd heel gevaarlijk, want waarschijnlijk kom ik dan toch alweer met heel veel dingen terug die ik eigenlijk niet nodig heb. Maar dat zien we dan wel weer. Dus ja, ik heb daar wel heel erg veel zin in, even naar de IKEA. Ik vind dat altijd heel leuk. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik kan er echt van genieten. En ik dacht, ik laat even mijn outfit zien, want ik dacht misschien is het leuker om weer wat vaker te doen in de weekvlogs. Aangezien ik het heel leuk vind om... ja, mijn fashion te laten zien. Ik heb dit blouseje aan van Chiquelle. Die hebben jullie in mijn vorige weekvlog kunnen zien. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik vind hem echt super mooi. Dan heb ik dit superleuke rokje aan van Second Female. Dat is echt een heel leuk merkje. Heb ik een hele tijd geleden wat items van mogen ontvangen. Ik denk echt al een jaar geleden. Maar dit rokje, ja, dit is echt een van mijn lievelingsrokjes. Ik vind het model gewoon heel mooi en hij zit heel lekker. En dan heb ik mijn favoriete Dr. Martens aan. Ik zal het even zo laten zien. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Maar deze heb ik in de quarantaineperiode gekocht. En ze lopen nu eigenlijk pas lekker. Want eerst kon ik er gewoon echt amper op lopen. Want ik had dan echt blaren over mijn hele voet. Dat is nu een beetje voorbij. Dus dat is chill. Ik haat het tegenlicht hier. Dat is mijn outfit. Nou, mama en ik zijn in IKEA hoor. We hebben al de banken gevonden. Zit die lekker? Heerlijk. We gaan hem niet kopen. Nee, dan koop ik liever die andere. Maar hij zit wel lekker. Ja, nee, maar... Dit? Nee, die hebben we gisteren gezien. Oh, jij zegt kijk. Ik denk, jij bedoelt die. Nee, die niet. Oké. Okay. Hallo, ik ben weer thuis en ik heb helemaal leuke dingen gekocht. Dus ik dacht, ik ga het even laten zien. Het eerste wat ik heb gekocht staat naast mij. Ik heb een bananenplant gekocht, want die waren in de bonus bij de Albert Heijn voor 8 euro. Dus ik dacht, ja, die moet ik meenemen. En hij is echt heel mooi. Hij heeft hele mooie bladeren, zoals je kan zien. Nee, ik ben er echt heel blij mee. Ik wilde sowieso nieuwe planten. En eigenlijk wilde ik die dus pas kopen als ik weer in Tilburg ben, want deze wil ik meenemen naar Tilburg. Maar ja, nu was het in de bonus. Toen dacht ik, ja, dan moet ik het wel kopen. Dus ja, dan moet ik hem alleen even in de auto meenemen. Maar goed, dan pak ik hem wel weer even goed in en dan komt het wel goed. Mocht je nog een bananenplant willen, naar de Albert Heijn rennen. Ik hoop dat het, als dit online staat, nog steeds zo is. Dan zijn we natuurlijk naar de IKEA geweest. Ik moet zeggen, ik heb me ingehouden. Ik ben echt heel trots. Normaal als ik naar de IKEA ga, dan kom ik echt met allemaal dingen thuis die ik niet nodig heb. Maar nu heb ik eigenlijk wel echt dingen meegenomen wat ik nodig had en wat ik al wilde. Dus I'm proud. Als eerste heb ik twee voorraadpotten gekocht. Want hier wil ik graag mijn havermout of pasta of zo in doen. Want dat vind ik leuker eruit zien dan gewoon die zakken. Dus dan kan ik dit ook gewoon op mijn aanrecht zetten. Dus dat vind ik helemaal leuk. En ja, hier was ik al naar op zoek. En deze zijn 2 euro per stuk, dus dat valt wel mee. Ik heb dan wel best wel een klein formaatje genomen. Je hebt ze ook veel groter, maar dat past niet in mijn kastje. Dus dat heeft niet echt zin. Dus ja, 2 voorraadpotten. Ik heb eigenlijk alleen maar dingen voor in de keuken gekocht, merk ik nu. Maar goed, deze hebben we voor hier in de keuken. Dit zijn echt mijn lievelingsglazen. Hier maak ik ook altijd mijn koffie in en zo, ja. Zijn gewoon chill. En thee kan je er ook uit drinken. Dan heb ik een messenset gekocht. Want ik had helemaal nog geen goede messen. Ik had alleen maar van die aardappelschilmesjes. En daar kan je gewoon niet alles mee snijden. Dus heb ik een messensetje gekocht van 5 euro. Dus dat viel ook wel mee. En als laatste, ja echt een beetje saai dit hoor. Maar goed. Dit mesje, want deze neem ik altijd mee naar school. Die zijn wel echt super chill. Klinkt natuurlijk heel saai dit, maar... Het is echt een tip, want dit is gewoon heel, heel handig om mee te nemen. En ik maak vaak mijn eten echt gewoon op school en dan moet ik een mesje mee. En doordat hier zo'n beschermlaagje overheen zit, kan je het gewoon heel makkelijk in je tas meenemen. Dus dat is chill en deze zijn maar 1 euro per stuk.
Dus dat was het. Nou, leuk. En nu ga ik koken. Ik ga nog iets laten zien. Oh my god. Ik heb dus een lekkere cheat voor mezelf meegenomen bij de Albert Heijn. Ga ik toch even als tip meegeven. Ja, dit is dus een hele goede tip. Deze vegan Danio stracciatella yoghurt is zo, zo lekker. En ja, hij is best wel prijzig, 3 euro. Dus ik zou wel gewoon even kijken als hij een keertje in de bonus is. Dat was nu niet, maar goed. Die is zo lekker. Gewoon even af en toe als lekker cheat momentje. Tipje van mij. Nou, en ik ga nu lekker koken. Oh, ik ben wat vergeten uit de koelkast. Deze vegan spekreepjes van de Lidl. Want wat ik ga maken, ik ga een lekkere pasta maken. Wacht, als het even scherp stelt. Met cherry tomaatjes, spinazie, champignon, vegan pesto. Deze pesto. Soja, cuisine, dingest. Spekreepjes dus. En nou, lekker. Jongens, ik heb net even deze spekreepjes geproefd. Het zijn dus deze van de Lidl. Holy shit. Dit smaakt echt gewoon als normale spekjes. Van wat ik er nog van kan herinneren. Echt heel lekker. Ik heb ze wel even apart gedaan van de saus. Voor als mama ze misschien niet lekker vindt. Of dat ik ze misschien niet lekker vond. Maar ik ga ze er absoluut doorheen doen. Vet lekker. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. En zoals je ziet ben ik bij mijn vader op kantoor. Dat is alweer even geleden. Ik ben hier al best wel lang niet geweest. Omdat ik natuurlijk heel lang in Tilburg ben geweest. Maar piano staat hier. Het is tijd dat ik weer even ga studeren. Want ja, ik heb vakantie. Dus in principe ja, heb ik vakantie. Maar het is wel belangrijk dat ik mijn stem natuurlijk gewoon technisch bezighoud. En het is ook wel handig dat ik nu alvast ga nadenken over wat ik na de vakantie wil gaan doen. Dus ik ga denk ik vandaag eventjes eerst even inzingen en zo. En even mijn oefeningen doen. Ja, opschrijven wat ik allemaal wil doen na de vakantie in de eerste periode. En dan ga ik die nummers gewoon voorbereiden. Want dat is gewoon wel handig. Dan heb ik gewoon alvast een aantal nummers klaarstaan. En hoef ik niet elke week te stressen van, oh mijn god, wat ga ik zingen. Ik heb letterlijk 2 uur. Auw. Oh, ik haat mezelf. Ik heb letterlijk 2 uur gestudeerd. Ik heb niks gefilmd. Maar ik film eigenlijk bijna nooit bij het studeren. Omdat ik dan gewoon lekker bezig ben. En ik heb dan sowieso gedoe met copyright. Dus laat maar zitten. Nu ben ik er klaar mee. Het is inmiddels 3:30. En ik heb ook nog helemaal niet geluncht. Dus ja, ik ga naar huis. Hallo allemaal, wij zitten lekker in de auto zoals je ziet, want wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Wij gaan vandaag floten bij Float Spa, heet het zo, ja. In Amsterdam. En dat houdt eigenlijk in dat je in een bepaalde ruimte in een bad gaat liggen met magnesium en bepaald zout. Net als bij de Dode Zee. Net als bij de Dode Zee en dan ga je dus echt een soort van zweven in het water. En ja, dat moet heel ontspannend werken. Ze zeggen dat 1 uur floten gelijk staat aan 5 uur slaap. Dus ik mag hierna niet meer zeggen dat ik moe ben. Vandaag niet. Vandaag niet. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En ik weet niet of ik de camera mee naar binnen kan nemen. Ik denk het wel. Maar ik laat sowieso daarna weten wat ik ervan vond. Het is een beetje donker hier. Nou, ik ben nu in mijn floatroom. Hier is het bad waar ik zo meteen in ga. En ik ga niet te lang meer praten, want ik ga nu in mezelf keren. Ja, dit is de ruimte. Je hebt hier ook een douche. Nou ja, helemaal chill. En daar ga ik.
helemaal. Ik ben eruit en het was echt heerlijk. Maar ik vertel straks wel wat meer. Oh. Hallo, ik had natuurlijk beloofd dat ik nog even mijn ervaring over het floten zou delen. In een uitgebreide zin, want dat heb ik nog niet gedaan. We gingen vandaag dus floten. En wat houdt het nou in? Je gaat in een bad met, volgens mij heet het Epsom zout. Ik zet het even in beeld. Ga je liggen en daar zit zoveel zout in. Er zit ook magnesium in, waardoor je een soort van gaat drijven op het water. Maar omdat je in een hele donkere cabine ligt en de... hoe moet ik het uitleggen? Zeg maar, het bad is net zo warm als de cabine waar je in ligt. Dus dan gaat het eigenlijk voelen alsof je gaat zweven. En 1 uur floten staat dus gelijk aan 5 uur slaap. En dat heb ik dus vandaag voor het eerst gedaan met mama. En het was echt zo chill. Ik moet zeggen, de eerste keer is nog wel een beetje onwennig. Dit was dus mijn eerste keer. En ik merkte dat ik het wel lastig vond om 1 uur lang te ontspannen. Want je ligt er 1 uur in en je bent helemaal alleen. En 40 minuten van de 60 minuten is het helemaal stil. Dus je hoort niks, je ziet niks. Je zweeft een soort van, het is heel gek. En je gaat gewoon heel erg in je eigen gedachten zitten. Ik heb ook zeker niet het volle uur kunnen ontspannen. Ik heb ook echt een tijdje gelegen van ja, je hebt ook geen benul van tijd. Dus dan heb je echt zoiets van, ja, hoe lang lig ik hier al? Hoe lang duurt het nog? En ja, dat gaat allemaal in je hoofd om. Maar ik heb ook echt heel veel momenten van wel echt ontspanning gehad. Waarin ik eigenlijk geen gedachten had en gewoon lag. En ja, dat was zo lekker. En toen ik eruit kwam, dat vond ik heel bizar. Ik had helemaal niet verwacht dat ik me zo goed zou voelen daarna. Ik voelde me daarna oprecht zo goed. Ik weet niet. Ik werd ook helemaal vrolijk en ik werd helemaal positiever over dingen en zo. En ik voelde me gewoon heel ontspannen. Mijn armen voelden echt super licht aan en het was gewoon echt lekker. En ik merk gewoon dat ik mentaal en lichamelijk gewoon echt in een soort ontspanning terecht kwam. En dat was echt geweldig. En ik vond het zo fijn dat ik een 3-rittenkaart, zeg maar zo'n beginners deal, heb gekocht. Dan kan je dus 3 keer voor €75. Dat heb ik gedaan, want ik wil dit graag nog een keer doen. En ze zeggen ook dat je eigenlijk pas bij de 2e of 3e keer echt compleet in die ontspanning kan gaan. Omdat ja, je moet er toch een beetje aan wennen van wat er allemaal gebeurt. Geweldig, dus het is zeker een aanrader als je gewoon echt eventjes alle stress uit je lichaam wil krijgen. En gewoon echt even puur wil gaan ontspannen, dan is dit echt... Ja, heel fijn om te doen. En ik ben echt niet gesponsord voor dit. Ik heb het zelf betaald. Ik ben zelf gegaan. Het is geen samenwerking. Dus dan weten jullie dat. Dit is gewoon echt mijn oprechte eerlijke mening. En ik kan het gewoon aanraden. Daar komt het op neer. Goedemiddag. Het is echt een lange middag. Het is vandaag donderdag. En vandaag heb ik niet zoveel op de planning staan. Ik ga editen. En verder weet ik eigenlijk nog niet wat ik ga doen vandaag. Ik ben sowieso heel laat weer mijn bed uitgekomen. Ik weet niet, ik ben weer helemaal uit mijn ritme. Ik ben echt elke dag aan het uitslapen. Ik lig elke dag tot 12 uur in mijn bed. Ja, ben ik niet heel blij mee. Maar goed, dat is zo. Vanochtend had ik iets gepost op Instagram over het feit dat ik op Instagram en op YouTube echt best wel veel volgers ben verloren de laatste tijd. En het is eigenlijk zo erg dat mijn volgers elke dag blijven dalen. En... dan wil ik ten eerste even zeggen, ik ben nooit een persoon geweest die heel erg bezig is geweest met de volgers. Sterker nog, ik ben eigenlijk al jaren een beetje rond hetzelfde volgersaantal. En dat vind ik eigenlijk helemaal prima, want ik ben en was heel blij met het aantal volgers wat ik heb. Het is gewoon een heel fijn volgersaantal, zeg maar. Niet te veel, niet te weinig, gewoon... Ik ben er gewoon heel blij mee. Maar de laatste tijd ben ik echt heel erg gezakt. Ik ben op YouTube van 49.000 naar... Ik weet niet waar ik nu op zit eigenlijk. Zal ik eens kijken? Ja, ik ben echt oprecht van 49.000 abonnees naar 44.000 abonnees gegaan. Of nee, ik denk dat ik begon op 47. Ik weet niet precies. Maar dicht bij de 50.000. En nu zit ik nog net niet op de 45.000. Wat natuurlijk, ik klaag niet, hè. Ik ben super blij met dat aantal. Ik bedoel, het is gewoon geweldig dat ik zoveel abonnees heb gekregen binnen die jaren. Maar het is toch wel heel heftig om te zien dat je gewoon echt
heel erg achteruit gaat. En nu de laatste tijd sta ik stil op YouTube. Op Instagram begon ik met 21.000 en zit ik nu op de 19.000. 677. Dat zijn nog steeds heel veel volgers. Dus wat dat betreft, ik klaag niet. Ik ben gewoon heel blij met de mensen die graag naar mij kijken. Die mijn Instagram leuk vindt. Ik ben gewoon blij met de volgers die ik heb. Maar het is toch wel even balen om te zien dat je zo erg achteruit gaat. Dus ik had er vanochtend een berichtje over geplaatst op Instagram. Omdat het me eigenlijk echt al weken dwars zit. Maar ik wilde het er eigenlijk elke keer niet over hebben. Omdat ik niet over wil komen als iemand die het alleen maar voor volgers doet. Want dat is gewoon echt niet het geval. Maar ik wil wel gewoon mijn onzekerheden delen. En ik kan doen alsof het me niks doet. Maar tuurlijk doet het me wel iets dat ik letterlijk mijn abonnees en mijn volgers omlaag zie gaan. Ja, het zou ergens ook denk ik een beetje raar zijn als dat me niks zou doen. Maar ja. Dat is wel het geval. Ik vind dat heel jammer. Maar goed, ik ga lekker door met wat ik doe. Want dat doe ik al jaren. En ik laat me echt niet onderuit slaan door volgers wat ik verlies. Maar het is gewoon jammer om te zien. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. En ik maak gewoon lekker content die ik leuk vind. It is what it is. Ik hoop gewoon dat er een grote groep mensen het leuk blijft vinden om naar me te kijken. Dat is uiteindelijk wat ik het belangrijkste vind. En dat ik het zelf nog leuk vind om te doen ook natuurlijk. Dus dit was even mijn verhaal. Nu ga ik editen. Zo, nou ik heb echt letterlijk de hele dag geëdit. Ik heb 2 weekvlogs geëdit. Deze weekvlog en de vorige. En die heb ik ook online gezet en zo. En ik ben echt heel moe opeens. Ik denk dat het gewoon komt dat ik de hele dag achter mijn laptop heb gezeten en niks heb gedaan. Maar ik ben echt heel moe. Maar goed, ik ga nu eten maken. Ik heb een receptje gevonden op YouTube. Ik ga het even laten zien. Dat is dit. Noedels, vegan. En dat is van dit kanaal. Kushi van der... Ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt eigenlijk. Maar zij maakt video's over vegan eten en zo. En ik had dit gezien en toen dacht ik, dat ga ik maken. Dus dat ga ik nu doen. Hallo, ik heb eindelijk tijd om even te vloggen, want er is heel veel gebeurd. Ik heb gisteren de hele dag niet gevlogd, maar zoals je ziet ben ik weer terug in Tilburg even. Ja, ik heb vanochtend een bank opgehaald van Marktplaats. En dit is een bank die ik al heel erg lang wil hebben. Het is een slaapbank en een hoekbank. En ja, ik wil die echt al heel erg lang. En nu heb ik hem eindelijk dus weten te bemachtigen. Maar nu staat mijn hele kamer nog vol met de delen van de bank. Nou, het was een hele onderneming vanochtend. We gingen om 8:30 de deur uit en we zijn nu pas klaar met alles en het is 2:30. Maar goed, ik ben er. Mijn moeder is hier trouwens ook, maar die is nu de auto even aan het wegzetten. Even aan het parkeren. Maar ja, straks komt het andere werkje en dat is de bank in elkaar zetten. Dus ja, dat is wat ik ga doen. Ik laat jullie straks zien als alles een beetje beter gaat. Want ik denk dat we straks wel even de concentratie nodig hebben om goed te werk te gaan. Want het is best wel een werkje om die bank weer in elkaar te zetten. Dus ja. Ondertussen doe ik even een taste test. Want daar heb ik zin in. Ik heb namelijk echt al heel lang deze groentechips in mijn keukenkastje. En ik heb het nog nooit geproefd. Dus ik dacht, laat ik dat doen. Er zit alleen rode biet, zonnebloemolie. Nou, dat was het. Dat is het enige wat erin zit. Laten we het proeven. Oh, dit ruikt heel lekker. Het is heel hard. Heel lekker. Ja. Ja, het is heel lekker. Het is een beetje zoetig ook. Ik kan het ook nog in de hummus dippen. Ja. Heel lekker. Gekocht bij, hoe heet dat nou? Oh, de Ecoplaza. Bij de Ecoplaza gekocht. Heel lekker. Kijk eens aan, kijk eens aan. Daar is hij hoor, mijn nieuwe bank. En je kan hem dus ook uitschuiven tot een slaapbank. Dus dat is chill. Dan hoeft mama ook niet meer op mijn kleine inimini bank te slapen. Nee, haar kan ik vanavond breed uit. Precies. Kijk eens jongens. Pas perfect. Zo irritant. Ik ben er helemaal blij mee. Yay! Hallo allemaal, het is vandaag zondag. Ik hoop dat jullie me horen, want ik sta in een drukke winkel met harde muziek. Ja, nee, die broeken waren niet goed. Het was niet het model wat ik zocht. Ik heb dus net broeken gepast, maar nee, het was niet wat ik zoek. Maar ik ben dus even aan het winkelen met mama. En ik ben nu in de Koopman in Tilburg. Hele leuke winkel, aanrader.
Dus ja. Zo, ik zie nu pas hoe moe ik eruit zie. Ik heb net wel mijn make-up eraf gehaald, maar volgens mij zit er nog steeds een restje. Maar goed. Ik heb vandaag even gewinkeld met mijn moeder. En ik heb wel wat dingetjes gekocht, niet heel veel. Dus daarom dacht ik, laat het wel even zien. Het is niet heel veel, maar wel heel leuk. Eerste, bij de Sasha heb ik een paar schoenen gekocht. En deze was in de sale. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Het zijn hakken. En ik vond ze echt heel leuk en ze zaten ook echt heel lekker. Het zijn deze. En ja, ik vond ze gewoon heel mooi. En ja, ze zitten heel lekker, want het is... Is het echt leer? Nou ja, whatever. Ze zitten in ieder geval heel erg lekker. En ze waren afgeprijsd van 100 euro naar 45. Dus dat was super chill. Dan gaan we door naar de Zara. Bij de Zara heb ik dit superleuke rokje gekocht. Ze hadden deze in heel veel kleuren. Maar ik ben voor deze zwart met witte gegaan. En wat het chillen is aan dit rokje, is dat er een... Ik weet niet of je het nu kan zien. Ja, er zit een broekje in. Dus je hebt nooit het probleem dat je opeens in je blote reet staat of zo. Want er zit gewoon een broekje in. En daar hou ik heel erg van. Super chill, super leuk rokje. 20 euro. En dan als laatste bij de Sting. Ook iets in de sale gekocht. Mede door mama die hem had gevonden op de stapel met de sale items. En dat is dit super leuke kooltruitje. Ik kreeg echt al super veel reacties op Instagram ervan. Omdat ik had een foto gepost met dit ding aan. En ik heb echt super veel vragen gekregen waar die voor van was. Wow, ik kan echt niet praten. Wat erg. Maar van de Sting dus. Of nou ja, van officieel van Seven Sisters. Maar dat verkopen ze bij de Sting. En deze was maar 5 euro nu. Dus dat is super fijn. Super mooi meegenomen. Dat was alles wat ik had gekocht. Dus het valt wel mee hoeveel ik heb gekocht. Maar ik heb genoeg kleding. Dus het is maar beter ook. En morgen gaan mama en ik naar Brugge. In België. We zouden eigenlijk naar Brugge en Antwerpen gaan. Maar er is nu weer een uitbraak in Antwerpen. Of tenminste, het gaat daar niet heel erg goed met corona. Dus nu hebben we toch besloten om dat te annuleren en alleen naar Brugge te gaan. Maar goed, dat is ook helemaal prima. Dat wordt ook vast heel leuk. Dat is wat we morgen gaan doen, maar dat gaan jullie zien in de volgende weekvlog. Dus dat is alvast een spoiler voor de volgende weekvlog. Ja, het is nu avond. Ik ga nu mijn vlog even editen. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende weekvlog. Doei doei! Thank you.